hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 1 april. Ik ben met Nessie Meis even koffie voor ons gaan halen. En wij gaan even richting Amsterdam. Want daar ga ik even een nieuwe auto ophalen voor een samenwerking. Ik krijg hem voor een maandje. Het is een elektrische auto, dus ik heb daar echt heel veel zin in. Gisteren was het echt heel lekker weer. Vandaag is het iets kouder, maar de zonnetje schijnt wel echt heel lekker. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik wist alleen even niet wat ik aan moest doen. Dus heb ik maar even snel het truitje weer aangedaan. Thank you. Waarom heb je me nou op die manier doorgegeven? Oh ja, dat weet ik niet. Ze vroegen zoveel aan mij. Ik kreeg paniek. Serieus? Ja. Nou, goedemorgen Nessie. Wat gaan wij doen? Goedemorgen, we gaan jouw auto ophalen. Wat heb je genomen? Kon het wel met amandelmelk? Kijk deze code daar, als heb ik wat hier allemaal staat. Kon het wel met amandelmelk? Ja, amandelmelk, suikervrije siroop. Oh, is het lekker? Guys, dit is mijn nieuwe tijdelijke auto. Kijk hoe vet, ik ga stuk. Kijk, binnen. Ook een dakje erbij. Hella. En dit is gewoon één van de 500. Hiervan zijn er maar 500 gemaakt. Leuk hè? Dus ik zit in mijn nieuwe auto en ik moet even overal aanwennen, maar het is echt zo'n leuk autootje. Het is trouwens, het geluid wat je op de achtergrond hoort is mijn dieselmotor, ja? Het is niet deze auto. Nou, dit wordt dus mijn ride voor deze maand. Het is een Fiat 500, elektrische met automaat. Het ziet er echt heel erg leuk uit. Echt super chill om in te rijden. Zo ziet het er van binnen uit. I love it. Ik ben hier met Nessie. Bij de ijssalon. Wij gaan zo naar Amsterdam heen. Ja, we gaan naar Amsterdam. Ga je nemen, De standaard. Oh. Ik neem altijd even te eten. Het is zo lekker. Ja? Oh. Lekker of zo? Oh, mijn haar is wat. Nou. Doe maar even te eten. Ja? En een stracciatella. Wat ga jij doen dan? Dat zie je zo. Oh, maak reclame. Ja, en voor mij één bol af te eten met een hondje. Oh ja, zo ja. Zijn we weer. Hoe is jouw naam? Lekker. Kijk die TikTok video van die guy met die chicken out op die ijsje. Damn! Ken je die niet? Nee. Wij zijn aangekomen in Amsterdam. Want Nessie heeft weer iets gescoord op Marktplaats. En nu ben ik aan het wachten tot die komt. En wij moeten allebei heel erg nodig naar de play. We moesten echt allebei onderweg zo erg nodig naar de wc gaan plassen. Allebei hebben zoveel gedronken. Kijk. Wij drinken echt kapot veel. En daarna gaan we klagen dat we naar de wc moeten. En het is bijna avondklok. Dus ik denk dat we zo snel gewoon even naar McDonald's gaan. Daar even snel naar het toilet. En richting huis daarna. Ik ben zo comfy gekleed. Ik heb gewoon zo'n lange trui aan van Nessie. Ik heb een grijze jogging aan van Pool & Bear. En deze is echt zo fijn. En ik heb dus mijn nieuwe schoenen aan van Maison Garmin. En die zijn ook echt mega fijn. Ik ga zo. Dat je me verlul. Hij haalde dus wat op. En toen hoorde ik opeens die achterbak open gegaan. Ik denk van, hij doet het erin. Dus ik zeg heel hard, heb je hem? En die andere guy zegt opeens, ja hij heeft hem. Opeens een andere guy antwoord op mij. Ik denk, what the fuck. Hij moest even meelopen op de show. Maar dat was dus die guy van Marktplaats. Ik ga helemaal stuk. Dus ik kom net van mijn nagelstylist. Ik heb mijn nagels gedaan. Yes. Oh, slaying. Pink vibes for me. Weet je wat ik wel blij om ben? Dat je zeg maar niet zo'n vrouw bent zeg maar, met zo'n hele lange nagels. Ik vind het zo spuuglelijk, hè. Hoe mensen bewegen de hele dag zo alsof ze tentakels hebben. Ze proberen iets te pakken, ze pakken zo. Ze kunnen niet zo'n telefoon. Waarom vind je dat lelijk dan? Ik vind dat zo spuuglelijk. Echt? Het is ook zo onhandig. Maar waarom moet het jou dan? Nee, maar het is onhandig voor hun, zeg maar. Waarom? Zulke nagels, zo. De hele dag loop je zo. Maar volgens mij, ik zie wel veel minder vrouwen elke keer nu met lange nagels, lijkt het wel. Ja, wat leuk. Nessie heeft een specifieke smaak. Oh god, hè. Ja, maar Nessie heeft sowieso, jij bent sowieso anti alles wat extra is. Ja, gewoon normaal. En Nessie had echt een tijdje, ik was echt een tijdje heel erg extra. Het was een periode in mijn leven, hè. Ik denk in 2018 of zo, ik echt extensions droeg. Och man. En wimper extensions en lange nagels en zo. En dat vond Nessie verschrikkelijk. Ik ben er niet over. Toch? Ja. Maar ik vind ook,
meestal wanneer ik er niet uitzie en gewoon een joggingpak aan heb. Ja. En geen make-up en mijn haar is gewoon zo. Ik heb het niet gedaan, gewoon zo echt zo. Oh. En dan zegt Nessie, oh wat zie jij er leuk uit vandaag. Ja. Ik heb dan bijna het gevoel dat jij aan het liegen bent. Dat je zo gezellig bent. Nee, ik ben met jou, wil ik nu gewoon onder de dekens en gewoon knuffelen. Dat klinkt heel verkeerd. En popcorn eten. Maar ik heb wel echt het gevoel alsof jij dan liegt, hè? Ik ben echt niet, ik vind het echt geweldig. Alsof je dan leuk dat ik er niet uitzie, denk ik. Ik vind het gewoon lekker zo lekker dikke trui en lekker gezellig. Vind ik geweldig. Hier, neem maar even over. Hi. Wacht, ik doe hem zo. Dina, neem het even over. Dina. Oh, lekkerste snor van de wereld. Ze lijkt soms gewoon echt op zo'n knuffel. Oh, lekker ding. I love you. Jouw onderkin is de mooiste van het hele land. Besef, gisteren zei ik dat ik nooit meer biefstuk ging eten. En ik ben net langs Loetje gegaan om een biefstuk te halen. Biefstuk Bali met een salade. En deze maken ze dus normaal met spekjes. En ik heb dus zonder spekjes. En ik had er echt zoveel zin in. En zo ziet het eruit. Lekker biefstukje. Bali heet die. Het is volgens mij gewoon jus met sambal erin. En een salade. Hallo, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Ik ben onderweg naar Amsterdam. Want ik heb opnames met Sissy. De vorige keer gingen wij opnemen voor mijn kanaal. En vandaag gaan wij dus opnemen voor haar kanaal. Super leuk. Alleen ik keek dus gisteren in de mail van hoe laat de opnames waren. En ze heeft mij zo vroeg ingepland, jongens. Zo vroeg. En ik moet nog van Rotterdam naar Amsterdam rijden. Dus ik was vandaag echt al om 7 uur op. Lieve mensen. Ik ben hier met Sissy. En wij gaan ze even opnemen. Weet je wat echt heel leuk is? Haar volgende gast is Malika Seymour. Ja. En die heb ik ook echt nog nooit gezien. Dus ja, ik vind het echt heel erg leuk om haar zo ook te zien. Willen jullie even daar? Ik ben net klaar met opnames. Het was echt heel gezellig. We hebben ons echt doodgelachen. Dus hou het kanaal van Sissy in de gaten om dat zeg maar, te kunnen volgen. Ik vond het echt leuk. Want na mij had dus Malika Seymour opnames. Die kennen jullie denk ik wel. Ik sprak haar al een tijdje via Instagram en zo. Volgen elkaar al een tijdje. Dus ik dacht van ik ga gewoon wachten tot ze komt. Dan heb ik haar ook wel een keer gezien. Want ja, je komt elkaar eigenlijk bijna nooit tegen. Vooral nu met de coronatijden zie je elkaar eigenlijk nooit. Dus die heb ik even gegroet. En toen ben ik weggegaan. Nu lekker naar huis. Ik ben inmiddels bij Esmee. Mag ik jou filmen? Nee. Ik ben inmiddels bij Esmee. Dus ik kom net uit de douche. En ik ga hier even mijn serie afkijken. Ik heb het nog niet verteld. Maar ik ben een serie aan het kijken. Behind Her Eyes. En het is echt zo ziek. Echt gewoon niet normaal. En ik ben nu bij de laatste aflevering. En ik moet hem afkijken. En ik zei het tegen Esmee. En zij zei dat het echt gewoon... Heel ziek is het einde, hè? Ja. Ik heb echt moeten afkijken. Vooral deze aflevering. Ja? Ja, jij gaat echt schreeuwen zo meteen. Oh my god. Dus ik ga nu gewoon lekker kijken en daarna gaan we even lunchen samen. Sini! Auw! Kenny! Hi! Ik heb lekker gezonde bananencake gekregen van Ash. En ze heeft het helemaal zelf gemaakt. Lekker met havermeel. Bedankt voor de koor achter. Dat is de tweede portie. Als Esmee en ik samen zijn, gaan we altijd veel vreten. We gaan nu lekker voor een salade. Ik ben weer thuis. Het was echt heel gezellig bij Esmee. We hebben echt lekker veel gekletst en gegeten zoals altijd. En toen was ik net bij ons huis aangekomen. Toen dacht ik heb eigenlijk heel veel trek en ik heb geen zin om naar de supermarkt te gaan. Dus ik heb bij de tank even krentenbollen gehaald. Want ik weet dat Nessie gisteren dus kaas heeft gehaald. Dus ik ga gewoon lekker kaas in mijn krentenbol doen. Even lekker een bolletje eten. Dat ik een beetje vol zit. Even douchen. Mezelf even lekker opfrissen. Even mijn pyjama aan. En dan even op de bank gaan liggen. Dit is echt een favoriet bij mij. Ik vind het zo lekker. Ik weet niet waarom. Maar altijd nou zo'n hele dag make-up op te hebben. Kan ik echt niet wachten om alles gewoon even verder af te wassen. Omdat ik... Eigenlijk altijd vindt het eigenlijk er helemaal niet mooi uit. Vooral bij mij. Mijn huid kan het gewoon niet goed hebben.
Plus ik vind het dan eigenlijk al niet meer mooi. En ik voel me dan heel vies of zo. Dus ik ga lekker alles eraf wassen. En ik heb echt de slechtste BH ever aan. In combinatie met mijn topje. Want het zit echt voor geen meter. Gezicht aan te reinigen. Wanneer ben je er? Ik ben er met 25 minuten zo. Wat wil je dan erin dan? Er is geen rij bij Rotterdam Rotti. Zal ik halen voor ons? Ja, ja. Er is geen rij? Ja. Oké, love you. Love you. Willen we heel graag Rotterdam Rotti halen. We hebben gewoon zin hebben in Rotti. Maar elke keer als we er naartoe gaan, is er echt een enorme rij. Dat we gewoon geen zin hebben om, in die rij te staan. Dus we rijden dan altijd door. En hij belde mij van, er is geen rij voor de Rotterdam Rotti. Wil je Rotti? Jazeker. Ik vind het echt oprecht de lekkerste Rotti van heel Rotterdam. Kip met rijst, toch? Is het die rijst met kipfilet gewoon? Ja, ik weet niet of het kipfilet hoor. Rijst met kip, ik weet niet. Had je kipstukken of kipfilet altijd? Kipstukken deden we altijd. Kipstukken, oké, okay, is goed. Love you, doei doei. Nou, wij bestellen dus de neppe Rotti, was ik vergeten te zeggen. Dus eigenlijk gewoon, ja, in plaats van de Rotti eigenlijk de rijst. Dus dan heb je de kip curry. Met kousenband en die curry aardappeltjes en alles erop en eraan, maar dan met rijst, dus eigenlijk heet dat niet eens Rotti. Oh, daar ben ik weer. Oh, het is zo chill. Mijn huid kan weer ademen. Oh mijn god. Oeh, wat een verschil. Ik heb mijn pyjama aangedaan, ik heb me opgefrist, badjas aan, mijn huid kan weer ademen. Ik voel me echt zo lekker nu. Ik voelde me net echt gewoon heel goor. Missie, missie. Ik ga even eten filmen. Oh, jas. Yes. Kijk, dit is ons eten. Dit is dus wat ik bedoelde. Onze neppe Rotti eigenlijk. Want dit heet eigenlijk geen Rotti. Maar dit is heerlijke rijst met kip. Dit is zo lekker. Je kan binnen en het rook er helemaal naar. Gek, mijn auto ook.